overal kunst op de grond en tegen de muren. Een grote groep leerlingen van het Harens Lyceum en het Montessori Lyceum was gisteren in de expositiehal van Minerva samen met de studenten druk aan het discussiëren over het gemaakte werk. Bente, leerling van het Harens Lyceum, slaat er lustig op los. Nou, je bent druk aan het hameren. Wat ben je hier aan het doen? Ik ben hier mijn schilderij aan het ophangen voor de compositie zometeen. En wat voor compositie is dit precies? Dit is een compositie van allemaal leerlingen van het Harens Lyceum Cernerike College. HAVO 5 en VWO 6, allemaal examenklassen die voor hun examen een kunstwerk mogen maken. En dit mogen tentoonstelling in Minerva. De leerlingen worden bijgestaan door studenten van de docentenopleiding van Minerva. Zo geeft student Eva de examenkandidaten tips over hun eigen kunst. Zelf zien leerlingen vaak nog niet bepaalde kwaliteiten in hun eigen werk. Dat vinden ze lastig. Ze komen soms niet verder dan, oh, dat vind ik heel erg mooi, dus dat is knap gemaakt. Maar dat is een beetje te zwart-wit misschien. Dus wij proberen ze daar soort van uit te trekken. Door met ze in gesprek te gaan over hun eigen werk, een vragenrondje te doen, ze tips en tops te geven. En zodoende zien zij zelf misschien ook door middel van dat gesprek de waarde in hun eigen werk. Je eigen kunst dus leren waarderen. Dat klinkt als muziek in de oren van Anne-Marije Venema. Zij geeft les aan zowel de eindexamenleerlingen als aan de studenten van Minerva. Zo kwam het idee eigenlijk om die twee groepen eens even bij elkaar te zetten. Docentenopleiding kan zo zien wat het proces is waar HAVO 5 en VWO 6 leerlingen in zitten. En leerlingen die kunnen hier een kijkje in de keuken nemen. Hier is kunst niet een vraag, maar gewoon een gegeven. Momenteel doen dus twee scholen mee aan dit project. Maar Anne-Marije wil graag dat andere scholen ook mee gaan doen. Ik zou dat heel tof vinden. Juist doordat er meer scholen bij zouden komen, kun je ook als docenten onderling met elkaar over het werk hebben. Je kunt uitwisselen over hoe beoordeel je nou eindexamenwerk. Ja, ik zou het echt gaaf vinden als hier meer scholen aan mee zouden doen. Dus volgend jaar schrijf je in, neem contact met ons op, ook Academie Minerva. En dat zou ik echt gaaf vinden. Tussen 5 en 7 konden familie en vrienden de tentoonstelling bezoeken. Maar niet getreurd. Als je nieuwsgierig bent, kan je de kunst nu bekijken in de entreehallen van beide lyceums. Toch is de expositie hier, in Minerva, datgene wat de leerlingen het meeste bijblijft. Minerva was voor mij altijd wel echt zo'n plek van, wow, nee, daar komen kunstenaars. En als ik daar dan nu mag hangen, dat vind ik wel een hele eer. Ja, dat vind ik wel echt super vet. Ik voel me in ieder geval wel even heel cool nu.